ben Lenneke de Mulmeester, ik ben 19 jaar, ik kom uit Burgerhaamstede. Ik studeer werktuigbouwkunde op het Scalda College voor Techniek en Design. En ik ben genomineerd voor MBO Uitblinker van het Jaar. Dit is mijn stagebedrijf, Airpack. Hier heb ik 20 weken stage gelopen. Ik heb heel veel geleerd en heel veel ervaring opgedaan. Ik mocht 3D tekenen. Ik heb bestellingen gedaan, contacten gelegd. Ik mocht kleppen reviseren en uit elkaar halen. Ik heb chemische en mechanische testen mogen doen. Ik heb gesleuteld, mogen lassen. Eigenlijk heb ik zoveel gedaan, te veel om op te noemen. Het grootste deel van mijn stage heb ik doorgebracht bij Gaspack in de Achterhoek. De dochteronderneming van Airpack. Hier heb ik het erg naar mijn zin gehad en ik zou het zo weer doen. Dit is Airpack. Wij maken compressor, droger en stikstofinstallaties voor de olie- en gasindustrie. En we zijn nu bezig met een nieuw product ook aan het ontwikkelen. En dat is voor Gaspack. En dat is voor de biogasindustrie. Over de jaren heen hebben we hier heel wat stagiaires gehad. Maar Lenneke is toch wel een van de stagiaires die er echt heeft uitgesprongen. Ze heeft gewoon ontzettend goed werk hier geleverd. Ze is enthousiast, hele goede inzet, echt gemotiveerd om van alles en nog wat te doen. Dat heeft ze hier ook gedaan, ook laten zien. Van een kerstboom kopen tot lassen in de werkplaats, maakt haar allemaal niet uit. Ze is ook zeker een stagiaire die later absoluut hier terug mag komen bij ons bedrijf, mag komen werken. Want een meisje in de techniek is sowieso uniek. En dat zien we hier graag terug. Het verbaast me ook echt niet dat ze MBO-uitblinker is geworden. En ik hoop dan ook dat ze gekozen wordt en dat ze meer meisjes kan gaan motiveren om de techniek in te gaan. Zij kwam binnen als derdejaars stagiaire en wij hebben eigenlijk gelijk opgenomen in het Gaspack team dat in de Achterhoek op site draait. En daar is zij denk ik toch wel 80% van de tijd aanwezig geweest daar. En zij heeft ons daar op site geholpen met allerlei dingen van mechanisch tot bacteriologisch tot chemisch. Echt zoeken naar de oplossingen die we nodig hebben, want we zijn echt met een klein team bezig met een nieuwe innovatie. Ook op kantoor heeft zij erg veel gedaan, van administratief werk tot het ondersteunen van zowel mij als Jan-Willem, als Piet en Petra. In het zoeken van nieuwe suppliers, het bellen van mensen in het buitenland, het bestellen van producten, zorgen dat ze op tijd geleverd worden. Mensen achter hun broek zitten als ze niet leverden. Dus we hebben ontzettend veel aan haar gehad. Het was een welkome hulp bij Gaspack, absoluut. Op de vraag dat Lenneke genomineerd is als uitblinker, ben ik absoluut niet verbaasd. Er zijn ontzettend veel stagiaires in allerlei bedrijven die stage lopen. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die in het derde jaar toch zoveel eigenlijk hands-on kunnen bieden. Wat Lenneke wel gedaan heeft. We hebben eigenlijk gelijk in het diepe gegooid. Ze is meegegaan in een innovatief project waar wij zelf ook niet altijd de rechte weg weten. En zij passen daar perfect in. En ik vind als derdejaars in de praktijk al je mannetjes staan. Tussen toch wel een bedrijf met alleen maar mannen. Of eigenlijk je vrouwtje staan. Vind ik heel knap. En daardoor mag zij best wel het uitblinken van de MBO worden. Absoluut.
Lenneke is hier bij ons geweest als stagiaire. Van vorig jaar september tot begin van dit jaar. Hè? En wij zijn heel erg tevreden. En wij hebben eigenlijk in die jaren zo'n goede stagiaire gehad. Dus ze mag, als ze straks klaar is, hier zo komen werken. Stage is een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Het is dé manier om te ontdekken wat je wil. Met een stage kan je veel kanten van een bedrijf ontdekken. Als mbo-uitblinker zou ik vooral meisjes willen interesseren voor de techniek. Want techniek is gewoon hartstikke leuk.